We kunnen de techniek weer op twee manieren doen, want het pressure point is hetzelfde. Dat is tegen rechts, pak links vast. Pak je dus de nummer 2 achter de techniek van de cirkel. Dat doen we vaak. Inzetten, arm eronder, hier, arm eronder daar. En dan klaar. Ja, zie je dat er al twee wat is het, opportunities zijn, twee mogelijkheden zijn om pressure points te pakken. Hij pakt steeds vast. Eén, maar dat je hier vastpakt. Dus dit open, dus waarom niet? Ja, zoals ik net heel duidelijk aangegeven, binnenkant van de arm, om hier een pressure point te pakken. Ik voel nu gewoon zo'n bloed, meestal een beetje hier, kan het ook daar. Meter. Eén. Ja, goed. En als je die om de blok haalt, vind je andere hand hetzelfde pressure point pakken. Nee, op zijn kaak, zo ondertussen ook iets heel erg fijn. Dus hij pakt vast, inzetten. Dus hier nu niet gewoon vastpakken, maar pak vast met pressure points. Dus upgrade je techniek door een pressure point vast te pakken. En hier ga je door, pak een pressure point vast en sla er tegenaan. Dus ook even duidelijk, dus heel veel technieken die je hebt, kun je eigenlijk zeg maar upgraden, een techniek plus maken, door pressure points te gebruiken. Dus bijvoorbeeld de nummer 1 techniek pak, hier pak je vaak gewoon vast. Maar je zou hier op hetzelfde moment eigenlijk meteen naar dat pressure point kunnen grijpen. Dus bij nummer 2 kan je zeggen, 1, je kan meteen, je hebt nu dit toch ook, je kan meteen die pressure point pakken. Nou, 3 zagen we het al, ik kan hem net eventjes upgraden en een iets grotere pijnprikkel geven. En dan ben je de techniek. Natuurlijk, eigenlijk zou je techniek gewoon op principes moeten kunnen werken, waarbij je helemaal geen pressure points nodig hebt. Maar ja, nobody's perfect, dus misschien lukt het echt net, hij staat net iets te veel omhoog, dan probeer dan een pressure point te pakken, of een pressure point te pakken, en hem naar beneden te halen. Dus je kan je techniek ermee opnemen, of als je techniek vasthoopt, kun je de techniek er weer mee los krijgen. Dus net even twee variaties, dezelfde niet dan, als hij stoot, 1, 2, dus je blokt hier, nu ook, pak hem hier vast, ik kan hem ook vastpakken, en meteen het pressure point krijgen. Dan meenemen, meteen het pressure point vastpakken en dan je techniek. Wat ik voor mezelf wat ik moeilijk zou vinden, is om te zeggen, pam, ik ga hier meteen helemaal op zijn arm op een heel klein vier, ik ga pam, meteen dat pressure point pakken. De kans is dan veel te groot dat ik dat probeer, is dat ik er langs zit. Dus in ieder geval wel, bam, op het moment dat je me hebt, nou kan ik denken, oké, nou kan ik hem pakken. Dan kan ik hem meenemen, kan ik hier onder de kant nog pakken en dan slaan. Dus pressure points waar je op gaat slaan, en dus op dat moment in een heel klein gebied nemen. Dus als hij slaat, zegt oké, ik ga nu precies op dat pressure point slaan, wordt wel heel erg klein. Kan natuurlijk wel, als ik kan zeggen, maar ik ga mijn slag veel groter maken. Dus deze slag is altijd wel raak ergens. Terwijl zeg ik, ik ga nu, mis, zit ik er overheen. Terwijl op een groot gebied van het lichaam het bijna niet uitmaakt waar ik sla. En dat is tussendoor de techniek van nu. Hij pakt, dus blok, in plaats van nu gewoon vast te pakken, meteen je duim in dat pressure point zetten. Dan meenemen, je vingers die achter in dat pressure point zetten en dan je slag maken. Ik vind het allemaal moeilijk, zodat je dan die techniek nog nooit gehad. Nu gewoon links en rechts vastpakken, je draait zijn hand op, pak de pressure point, draai je door, andere hand eronder, pak de pressure point en je gaat er langs. En dat is nummer 2 met pressure points.